Dank u wel, voorzitter. Verschralende dienstverlening, verdwijnende lijnen en haltes, stijgende ticketprijzen en aanhoudende stakingen vanwege slechte arbeidsomstandigheden. Het is dus volkomen terecht dat de kritiek op de marktwerking in het openbaar vervoer aanzwelt. Het roer moet om en het kan ook. En zeker in die provincies en regio's waar de concessies in de komende jaren vernieuwd moeten worden. Bijvoorbeeld op verschillende plekken in Gelderland, Friesland, Zeeland, in delen van Zuid-Holland en in Utrecht. Maar provincies worden nu al meer dan 20 jaar lang door de regering en door Brussel gedwongen om tram- en buslijnen aan te besteden. De wet Personenvervoer 2000, die begin deze eeuw het openbaar vervoer overliet aan de grillen van de markt, kon helaas op brede steun rekenen in deze Kamer. Van PvdA tot VVD, alle middenpartijen, zogenaamde middenpartijen, stemden toen voor. Maar de SP kon destijds de schade enigszins beperken. Stedelijke gebieden kregen een uitzonderingspositie dankzij een amendement van ons in het Europees Parlement. En daardoor hebben steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag tot op de dag van vandaag hun eigen vervoersbedrijf behouden. Waarom zou de mogelijkheid om zo'n publiek vervoersbedrijf op te richten vandaag nog beperkt moeten blijven tot deze steden in de Randstad, terwijl de markt overal aan het falen is, vraag ik aan de staatssecretaris. In verschillende provincies gaan politieke partijen de verkiezingen in met het streven naar een eigen provinciaal vervoersbedrijf. Omdat Amsterdam, Rotterdam en Den Haag dus dat ook hebben. Deelt de staatssecretaris de mening dat alle provincies diezelfde mogelijkheid moeten krijgen, die ze dus in de Randstad wel hebben? En is zij bereid de wet hiervoor aan te passen of dit te agenderen in Brussel als de EU dwars ligt? Hoe kan het ook dat zij op dit moment nog helemaal geen zicht heeft, hè, we zitten nu al 20 jaar lang in dit stelsel, hoeveel winst er wordt gemaakt in het openbaar vervoer? We hebben daar vragen over gesteld, Kamervragen over gesteld. En zij heeft geen idee en ze zegt ook, ik vind het niet bij mijn rol passen om dat te weten. Als aan de ene kant commerciële bedrijven winst maken, en de staatssecretaris weet niet hoeveel, maar aan de andere kant wordt bezuinigd op dienstverlening, op arbeidsomstandigheden, is dat simpelweg oneerlijk. Ik vind dat de staatssecretaris dat hoort te weten. Voorzitter, als het aan de Europese Commissie in Brussel ligt, moet er juist meer marktwerking in ons openbaar vervoer komen. En binnenkort gaan vakbonden uit heel Europa daarom ook actie voeren bij het Europees Parlement. FNV is daar één van. En ook hier in ons land gaan de stakingen dus door. En SP steunt hen van harte en vindt dat openbaar vervoer een publieke dienst is en geen markt. En onze steden, zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, laten dus ook al jarenlang zien dat het ook anders kan. Niet helemaal, hè. Ook daar wordt wel enigszins aanbesteed en zit nog wel vast aan het stelsel. Maar ze hebben in ieder geval een eigen publieke bedrijf. Voorzitter, niet alleen het winstbejag in het openbaar vervoer moet stoppen, ook moeten de investeringen buiten de Randstad omhoog. Recent werd mijn motie samen met de heer De Hoop daarover aangenomen. Geld zou dus geen beperking mogen zijn voor de verbetering van belangrijke verbindingen zoals de Maaslijn, die belangrijke steden zoals Roermond, Venlo en Nijmegen met elkaar verbindt. 22.000 personen reizen dagelijks op een verouderd traject, op enkel spoor en in dieseltreinen. De aanpak van deze belangrijke lijn staat nu in de planning voor 2027, maar we bevinden ons nu al in een belangrijke fase. Het is namelijk nog steeds niet duidelijk wie de meerkosten gaat dragen vanwege de vertraging. En dat zorgt voor onzekerheid. Hoe verlopen de gesprekken hierover, vraag ik aan de staatssecretaris, met de provincies, ProRail en de vervoerders? En is de staatssecretaris bereid zekerheid te bieden hierover om verdere vertraging te voorkomen? Dank u wel. Voorzitter, bij heel veel zaken die wij hier aan de staatssecretaris vragen, geeft zij aan van daar ga ik niet over. Ik ga niet op de stoel van de bestuurder van het lokaal bestuur zitten. Maar als het gaat over de marktordening, zit ze dat dus heel nadrukkelijk wel. Over de marktordening. Zij zegt dus, ze mogen dat alles zelf beslissen, maar ze mogen geen provinciaal vervoersbedrijf oprichten. Dat mag heel nadrukkelijk niet, dat is wettelijk verboden. Vindt ze dat niet een beetje dubbel, terwijl Amsterdam, Rotterdam en Den Haag dat wel mogen? Excellentie. Ja, voorzitter, dat is inderdaad zoals wij het systeem hebben ingeregeld. Zo staat het ook in de wet. Hè? En die wet die zit inderdaad bij ons. Ik denk dat het goed is. Aan zich hebben wij in Nederland, en dat mogen we ook wel eens zeggen, een heel goed werkend openbaar vervoerssysteem. En natuurlijk willen we graag dat het nog beter is. Maar de manier waarop we het hebben ingeregeld werkt eigenlijk heel erg goed. En we kijken natuurlijk altijd naar verbeteringen. Voor zover ik weet is er geen breed gedeelde wens in de Kamer voor datgene wat de heer Alkaya op dit moment voorstelt. Dus ja, ik zou willen zeggen, als dat iets is waar de Kamer en meerderheid iets anders van vindt, dan hoor ik dat graag. Maar dit is niet zoals wij het lopend beleid hebben ingericht. Dank u wel, meneer Alkaya.
Nee, voorzitter. En dat heb ik ook geconstateerd. En ik vind dat pijnlijk dus. Dat de wet dus heel veel regio's in ons land iets verbiedt wat grote steden dus wel mogen. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. En ik snap dat de staatssecretaris zegt van we hebben het op zich goed geregeld en ik krijg geen signalen van dat het anders zou moeten. Ja, ik krijg die signalen wel. De vakbond zegt dat. Er zijn gaan politieke partijen de verkiezingen in met die belofte van wij willen een provinciaal vervoersbedrijf. En die stellen die marktwerking natuurlijk ter discussie. Dus ik vind het wel goed om te horen dat de staatssecretaris in ieder geval geen principieel bezwaar er tegen lijkt te hebben. Tegen de aanpassing van die wet. En dus de mogelijkheid geven aan alle provincies en alle regio's om een eigen publiek vervoersbedrijf op te richten. Kunnen we dat zo stellen? De staatssecretaris heeft geen principieel bezwaar. Mevrouw de staatssecretaris. Ja, voorzitter, volgens mij is dit echt een standpunt dat ik herken als een SP-standpunt. Dat is niet raar als de heer Alkaya dat ook hier inbrengt. Maar dit is niet de lijn zoals die is. En volgens mij wordt die ook niet heel erg breed gedragen, ook politiek gezien niet. Dus ja, dat is ook een beetje zoals het is. Meneer Alkaya, is uw derde interruptie overigens? Zeker, voorzitter. En ik sluit niet uit dat er nog vierde achtereen komt. Want ik snap dat de staatssecretaris een signaal vraagt van de Tweede Kamer. En dat ga ik zeker proberen te geven. Het is zeker niet alleen de SP. Ik heb natuurlijk ook de PvdA erop gevraagd, alleen de eerste termijn van dit debat al. En die heeft aangegeven van wij hebben ons standpunt aangepast. Het was een fout hoe wij 20 jaar geleden erover dachten. En nu denken wij er anders over. Dus ik sluit niet uit dat de gedachtenvorming daarover natuurlijk aan het veranderen is. Net als dat we in andere vitale sectoren ook zien. Dus kan ik dan de staatssecretaris vragen om hier met een open blik in te staan en hier geen voorkeur over uit te spreken en gewoon een uitspraak van de Kamer te vragen, net als dat we bijvoorbeeld bij die hoofdrailnetconcessie hebben gehad. Excellentie. Kijk, uiteindelijk, voorzitter, is de Kamer natuurlijk de baas. Hè? Dus die beslissen wat de kaders waarbinnen ik mag opereren. Maar het is zo dat ik wel van mening ben dat het systeem zoals wij dat hebben, dat dat heel erg goed functioneert. Dus ik zie wat dat betreft zelf geen aanleiding om dat te doen. Als de Kamer in brede meerderheid zegt we moeten daar naar kijken om dat aan te passen, ben ik altijd bereid te kijken wat de voor- en de nadelen daarvan zijn, zoals we dat altijd doen. Maar voor zover ik kan nagaan, is er op dit moment ook geen breed draagvlak voor. En is het zo dat dit ook niet iets is wat ik proactief ga aanbevelen, omdat ik vind dat we het systeem zoals we het hebben ingeregeld op een goede manier hebben ingeregeld. Ik heb overigens ook als het gaat om alles wat je te veel rechtstreeks allemaal regelt, heb ik ook nog, moeten we ook echt wel even met Europa kijken wat die daar allemaal van vinden. Hè? Want die vinden ook nog wel eens wat van bijvoorbeeld de rechtstreekse gunning aan NS, zoals de heer Alkaya zich ongetwijfeld ook nog kan herinneren. De vierde en laatste, meneer Alkaya. Ja, voorzitter. Kijk, de staatssecretaris vindt dat het stelsel ons openbaar vervoer op dit moment goed functioneert. Er zijn mensen die er anders over denken. Laat ik het zo zeggen. Er wordt niet voor niks natuurlijk gestaakt door medewerkers die natuurlijk hartstikke trots zijn op hun beroep en dat met heel veel toewijding en motivatie doen, maar ook de nadelen van die marktwerking zien. Daar wordt anders over gedacht. Laat ik dan de staatssecretaris alleen vragen, is zij bereid om alleen maar aan te geven, misschien kan ze dat nu al aangeven, of zij zelf die wet kan aanpassen. Of dat ze dus ook in Brussel dat op de agenda zou moeten zetten, zoals we nu met die hoofdrailnetconcessie ook doen. En dan wil ik haar best daarin in steunen. Of zegt ze nee, wij kunnen als lidstaat zelf die wet personenvervoer 2000 dusdanig aanpassen dat er gewoon provinciale vervoersbedrijven in publieke handen op te richten zijn.